Dit is de houtopslag. Het snoeihout wat hier verzameld wordt, kan hierin opgeslagen worden. Wat vervolgens gebruikt kan worden in de vuurkorf. Deze vuurkorf is geheel uit staal, maar dan wel met dezelfde voormetaal als de meubels en als die oorspronkelijke kubekisten. En in dit gedeelte zit de barbecue. Die zal met kolen en aanmaakblokjes aangemaakt worden en dan kunt u hierop barbecuen. En ja, de zitunit niet te vergeten. Ze kunnen eigenlijk in iedere opstelling geplaatst worden en ik denk dat er ook veel mee geschoven gaat worden. Ja, de toilet is een combinatie van het eigenlijk zoveel mogelijk kist laten zijn en toch die hygiëne die je nodig hebt. En dan de handwasunit. Zeker als je hier gelogeerd hebt, dat je 's morgens je gezicht kan wassen. En vervolgens dan in de spiegel ook even kan kijken of het nog allemaal netjes zit. Ik zou het eigenlijk het allermooiste vinden als het iedere keer als ik hier kom weer anders staat. Dus dat mensen er groepjes van gaan maken. Misschien een andere keer weer helemaal uit elkaar getrokken wordt. Misschien gaan ze een keer met z'n allen om een soort kampvuur zitten en wordt het een soort heksencirkel. Dat zou ik echt het mooiste vinden. Dat het geleefd wordt en dat ik kan zien als ik de volgende keer terugkom dat er krasjes op de meubels zitten en dat ze gebruikt zijn, dat ze een verhaal hebben.